Hoi, leuk dat je kijkt naar dit gesprek. Ik zit hier met Rick Ouwendijk en Arnoud Troost. En we gaan een hele serie met jullie maken over het thema bevrijding van demonen. En dat is een heel actueel onderwerp. Eigenlijk altijd geweest natuurlijk, want die demonen zitten niet alleen in Afrika. Maar ze zitten ook hier helaas. Yes. God heeft ons heel veel autoriteit gegeven, dus we gaan hele mooie dingen bespreken. Mm. Het eerste thema waar we het eerst over willen hebben is van hoe is dit nou bij jullie tot stand gekomen? Dit besef van het uitdrijven van demonen, hoe is die een soort van revival, hoe jullie dat zelf hebben meegemaakt? Kun je daar iets over vertellen? Yes. Ja, even kijken. Het is, hoe lang is het geleden? Een jaartje terug ongeveer. Toen was ik eigenlijk, ik heb een zoontje die plas van ziekte. En bij mij was het eigenlijk zo dat ik daar heel veel moeite mee had. Ik niet zo goed wist van, oké, weet je wel, wat doet God hiermee? En wat moet ik daar dan mee? Dus ik had daar veel moeite mee, ook omdat er niks doorbrak. Nou goed, corona brak uit en ik had daar ook gewoon, met mijn bedrijf, ik heb mijn eigen bedrijf, dat liep helemaal niet lekker. Dus dat waren een soort van omstandigheden die mij een soort van weer terugduwden naar mijn oude levensstijl. Nou echt, wat ik voor Christus had. Dus ik verviel juist echt weer in mijn oude leven. En zo erg dat het gewoon, oké, het ging gewoon echt niet goed. Ik dronk te veel, dat soort dingen allemaal. En ik weet nog dat ik 's morgens wakker werd. Ik zat in mijn kamer, ik had die avond ervoor te veel gedronken. En de Heilige Geest die komt mijn kamer in en die convict me gewoon echt. Die overtuigt me echt van zonde. Dat doet hij. Maar wel op een liefdevolle manier. Maar wel echt op een manier dat ik dacht van oké, dit is klaar. Ik ga dit pad niet meer bewandelen. Ik moet radicaal naar Jezus toe. En dat was het moment dat ik gewoon zo hard werd aangeraakt. Diezelfde dag sprak Johan Toet. En ik had mijn wonden wel opgegeven als vrijwilliger. Er werd in eeuwigheid het eraan mijn kop gestuurd dat ik daar naartoe moest gaan. En daar ging ik dus ook heen. En daar ontmoette ik Rick. En dat was onze eerste connectie met elkaar. We konden elkaar wel van daarvoor, van voetbal. Alleen, we hadden nog nooit niks in dit gebied samen gedaan, weet je wel. En dat was onze eerste connectie. En toen zijn we eigenlijk samen op gaan trekken. En toen begonnen we het onderwijs te volgen van Tom de Wal van Frontrunners. En eigenlijk gewoon online te kijken. En toen kwamen we er gewoon achter dat het uitdrijven van demonen, dat de autoriteit in Christus, die is voor iedere christen hetzelfde. Het zijn tekenen die de gelovigen volgt. En wel eens iets van, ja, waarom zien we dat dan niet als ons wordt te volgen, weet je wel? Dus toen na dat onderwijs kregen wij gewoon echt een openbaring. En we hebben gewoon gemerkt dat in de openbaring zit zoveel kracht. Op het moment dat je ergens openbaring over krijgt, dan ga je ogen ervoor openen, begrijp je het en zie je het. En dan gaan er ook gewoon dingen gebeuren. Wij hebben gewoon letterlijk ook gezegd van, joh, we willen hiervoor beschikbaar zijn. Yes. En toen dat gebeurde, toen zagen we het gewoon om ons heen gebeuren. Misschien moet jij daar even wat over vertellen. Ja, precies. Kijk, ik kom zelf uit een Pinkstergemeente en daar heb ik altijd gezeten. Maar eigenlijk was de kracht van God weinig zichtbaar, om maar zo te zeggen. Dus op het moment dat we met dat onderwijs in aanraking kwamen, dacht ik echt van, ja, maar hoe kan het nou dat ik dat niet zie? Weet je wel, hoe kan het nou dat ik eigenlijk helemaal geen wonderen en tekenen zie? Ik zie nooit een zieke genezen, ik zie nooit een demon. Ik zag dat ook gewoon niet, ik heb geen idee. Maar het staat wel in de Bijbel, het staat er constant. Jezus dreef demonen uit, de genassen ziek. Hij brak de werken van de duivel af. Dat was zijn missie eigenlijk om hier te komen. Hij preached the gospel, dreef demonen uit, genassen zieken. En hij zei vervolgens, doe dit in mijn naam. Ga dit ook doen. Hij gaat discipelen maken, volgelingen van Jezus. En hij zegt, dit moeten jullie ook doen. Dus toen dacht ik, oké, ik wil een volgeling van Jezus zijn, dus ik moet dit ook doen. Prima, dus dan ga je er naar zoeken. Toen gingen we naar het onderwijs kijken. We hebben het er vooral veel met elkaar over gehad. Zij gaan bidden samen. We zijn ons gaan uitstrekken en gewoon zeggen, Heilige Geest, wij willen dit. Wij zijn beschikbaar om dit te doen. En dan gaat de Heilige Geest je openbaring geven. Dat is wat we nodig hebben. We hebben een geest van openbaring en wijsheid nodig in het kennen van God. Efeze 1. Mm. En dat is zo tof als je dat gaat uitspreken. Want als je dat gaat doen, dat is een waarschuwing voor iedereen. Als je dat gaat doen, dan ben je ervan. En dan gaat het gebeuren. Want Gods geest wil wel werken. Dat is het probleem niet. Wij willen vaak niet. Mm-hmm. Dus toen zijn we dat gaan doen. 2 weken later kregen we een meisje random eigenlijk op ons pad. Via. En die had last van zelfmoordgedachten, zelfmoordpoging, zichzelf snijden. Mm-hmm. Dus toen zei de Heilige Geest, die heeft last van demonen. Oké, nou dan gaan wij dat dus uitdrijven, blijkbaar. Want dat is ons doel. Mm-hmm. Nou, veel fouten gemaakt, lang geduurd. Veel geworsteld, gezocht. Maar ook vooral erachter gekomen van, het is wel heel reëel. Het is heel reëel, want de manifestaties waren heel heftig. Ging het meteen weg? Nee. Duurde het lang? Ja. Hebben we veel fouten gemaakt? 100%. Maar we zijn wel gaan leren. En de Heilige Geest is ons gaan leren vooral. De Heilige Geest zei ons, dit is goed, dit is niet goed. Deze filmpjes moet je kijken, dit onderwijs is goed, dit niet. Het is heel veel onzin onderwijs. Heel veel werelds onderwijs, wat niet bijbels is. En daar moeten we ook onderscheiding van krijgen met elkaar. Hoe werkt het nou precies? Ja. Want welk onderwijs had jij op een gegeven moment zoiets van, dit slaat wel aan, zeg maar? Ja, eigenlijk het simpel onderwijs.
Dus dat wat gewoon de Bijbel predikt. Mm-hmm. Dus gewoon als er staat van drijf demonen uit in de naam van Jezus. En het houdt het simpel. Wij hebben gewoon de autoriteit, wij hebben de macht. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde, staat er. Dat betekent mm-hmm. dat demonen geen macht meer hebben. Mm-hmm. Het enige wat wij kunnen doen is demonen eigenlijk een soort macht geven. En ingang geven. Maar als we dat terug gaan pakken door ons te bekeren, mensen te vergeven. Dan hoort het voorbij te zijn. En dan horen we ze weg te sturen. En dan zeggen we, jij demon, ga eruit in de naam van Jezus. Ja. En dan hoort er iets te gebeuren. Ja, en ga niet zoeken naar namen, naar 100 vloeken, naar weet ik veel. Er is echt onderwijs over dat het ingewikkeld is, dat het jaren moet duren, dat het megaprocessen zijn. Mm. Nee, Jezus dreef demonen in een enkel woord uit. Ja, en wij moeten zijn zoals Jezus. Ik zeg niet dat wij ze nu met een enkel woord uitdrijven, maar daar willen we wel heen. Want we willen zijn zoals Jezus, right? We willen op hem gaan lijken, we willen hem volgen. Ja, mooi. Hey, en dit was, zeg maar, deze ontdekking was voor jullie ook onderdeel van eigenlijk een hele herleving die jullie eigenlijk bijna parallel aan corona zo ongeveer meemaakten vorig jaar. Ja. Kun je vertellen wat er nog meer bij jullie gebeurde, zeg maar? Ja. Het grappige is natuurlijk dat je krijgt een openbaring van die autoriteit. En je weet dat in de Bijbel staat dat die discipelen die komen terug. En die zijn enthousiast over dat ze demonen hebben uitgedreven. Dus je wordt er gewoon enthousiast van. Want je ziet letterlijk natuurlijk dat de demonen jou gehoorzamen. Dat ze moeten luisteren. Want je hebt die autoriteit, die kracht in Christus. Dus dat spoort je ook tegelijkertijd aan. Er staat natuurlijk ook in Timotheus van dat je aan moet vuren de gave die in je is. Nou, die wordt wel echt even aangevuurd als je dat al ziet gebeuren. Dan word je al in de fik gezet. Dus dan ga je wel. Ja. Dus wij hadden zoiets van, ja, dit is super tof. We moeten doorgaan. Dus wel ook. We willen gewoon het koninkrijk brengen. Het gaat ons echt niet alleen maar om demonen uitdrijven en dat constant zien. We zijn geen wonderzoekers die alleen maar dat hele tijd nodig hebben, weet je wel, om bij te blijven. Maar we willen gewoon het hele koninkrijk willen zien, het volledige koninkrijk. En nou, de kerken gingen natuurlijk dicht. En we hadden zoiets van, ja, dat kan niet waar zijn, want weet je, we verzaakten de samenkomst niet. En helemaal niet in dat soort tijdstukken, weet je wel. Dat het juist heel nodig is dat je opgebouwd wordt, dat je elkaar hebt, dat je het woord kan delen met elkaar, het brood kan breken met elkaar enzovoort. Dus wij gingen gewoon ons huis opengooien. Huisgemeente start eigenlijk gewoon on the get-go. We waren met z'n vieren, met de vrouwen erbij. En we dachten gewoon van, we gaan het gewoon doen. En dat ging heel snel en dat explodeerde een beetje. Dus dat groeide en dat groeide. En toen hadden we zoiets van, oké, pas niet meer in het huis. En we maakten zoveel toffe dingen mee, joh. Weet je wel? Want dat demonenuitdrijven ging ook gewoon dat door. Dat ging daar natuurlijk gewoon door. We gingen avondmaal vieren en ze begonnen letterlijk te manifesteren. En er was van alles gaande. Ja, dus dat was gewoon heel erg gaaf. En je hebt ook veel mensen gedoopt, toch, in die tussentijd? We hebben heel veel mensen gedoopt, ja. En we zien ook daarom, met betrekking tot bevrijding, want we gaan er toch wel veel naar terug, maar het maakt niet uit, is dat we hebben daar echt een openbaring gekregen dat op het moment dat het oude voorbij is, dan is ook al het oude voorbij. Dus wat wij ook doen met mensen die gedoopt willen worden, die zeggen ook van, oké, wat wil je dan achterlaten in het water? Want je laat het gewoon achter in het graf. Mm-hmm. En uiteindelijk als mensen dat besef gaan krijgen, dat onderwijs geven ook, dus oké, het oude leven is voorbij gaan, wat van het oude leven wil je dan precies achterlaten? Ja, ik wil mijn depressie achterlaten, ik wil demonen achterlaten, ik wil mijn stofwisselingsziekte achterlaten, weet ik veel. Uiteindelijk is dat uiteindelijk allemaal gedragen aan het kruis door Jezus Christus. Yes, dus dat kunnen we gewoon achterlaten in het graf. Dus als we dat prediken en we doen dat, dan zeggen oké, ze spreken dat gewoon hardop uit, we dopen die mensen en vervolgens halen ze uit het water. En meer dan eens is dan letterlijk gewoon alles van ze afgebroken. Wow. Dus dat is echt wonderbaarlijk. Wow. Maar dat is gewoon we hebben van heel veel geestelijke zaken hebben we gewoon een slap aftreksel gemaakt. Ik denk dat we weer terug moeten gaan naar gewoon zien dat er zo verschrikkelijk veel kracht zit in het avondmaal, in de doop. Dat soort zaken zijn zo verschrikkelijk krachtig. Mm. Dus we hebben veel mensen gedoopt inderdaad. Ja, dat is wel een stukje bijkomt. Ja joh, hey, en tot slot dan, als je mensen natuurlijk demonen uitdrijft, dan zie je waarschijnlijk ook dat hun leven daarna ook heel anders is, zeg maar. Ja. Ook binnen jullie gemeente bijvoorbeeld. Ja. Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk heel veel de dingen die erbij komen. Je wordt natuurlijk zwaar beperkt. En demonen wil je uiteindelijk je leven ontnemen, letterlijk. Yeah. En Jezus Christus is gekomen om je leven te geven en leven in overvloed. Dus dat is wat Jezus doet. Maar de demonen die willen jullie natuurlijk zo ver krijgen. Eigenlijk het liefst zo ver dat jij jezelf vermoordt. Hmm. Dat is het ultieme doel van demonen. Om jou kapot te maken. Wow. Of om ervoor te zorgen dat je een kastpandje wordt. En dat je helemaal aan de medicijnen zit. Zodat je ook helemaal niks meer kan betekenen voor het koninkrijk. Hmm. Dus hun doel is altijd om jou uit te schakelen. Maar goed, dus als we die bron, die wortel eruit te halen, dan kunnen mensen weer echt, want dan gaan ze vaak ook stromen van levend water echt ervaren van de Heilige Geest. Hmm. Daarvoor merken gewoon dat de stenen in de rivier zitten. Ja, bijzonder joh, geweldig. Yes. Wat prijs God, wat hij allemaal doet in Bodegraven en omstreken. Ja. En bedankt hiervoor, voor deze eerste video. Jij ook heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei doeg!